Goed, we hebben nog steeds ongeveer 300 leden. Ook na corona is dat allemaal gelijk gebleven, gelukkig. 5 senioren, heren, elftallen, zelfstandig met MEC en de samenwerking met de sportvereniging Bredevoort. Met de dames, 2 dames elftallen en 2x7 tegen 7. Plus alle jeugd samen, dus ja, financieel gezond, geen klagen. SJO, dat is een samenwerkingsverband. Klopt, ja. Wij gaan even terug naar 2009. Toen zijn de dames samen gegaan. En nou ja, dat kwam eigenlijk omdat bij Bredevoort hadden we gewoon te weinig leden om een heel elftal bij elkaar te krijgen. Onze trainer Bert Klein-Gelting die maakte de overstap het seizoen daarna naar Miste, naar MEC. Dus nou ja, voor ons was de stap klein. En seizoenen daarvoor is het er in de jeugd al een kleine samenwerking geweest. Waardoor nou ja, de clubs ja, al een goede band hadden. Waardoor de stap makkelijk te maken was. Groot is, hoe jong was u toen u begon aan damesvoetbal? Nou, toen de tijd, toen het damesvoetbal ontstaan is binnen de voetbalvereniging, mocht je pas met 14 lid worden. Tegenwoordig is het allemaal in de jeugd al. Maar toen was het 14 en ik ben dan met 13 begonnen. Ik mocht dan nog een jaartje eerder beginnen. Vanwaar die affiniteit met voetbal? Nou, mijn hele familie was allemaal al lid van MEC. Ooms, broer, alles speelde hier. Dus vandaar dat ik vanzelf bij MEC terecht kwam. Het is dan 7x7. Wat houdt dat precies in? De 7 tegen 7 teams die spelen 1 keer in de 3 weken spelen die in toernooivorm. Voetballen die 4-5 wedstrijdjes op een avond. En nou ja, dat wordt verspreid over, ja, over 4-5 avonden. Hoe werd destijds gekeken naar damesvoetbal in die jaren? Nou, en dat was niet onverdeeld enthousiast. Dat was ook toen het hier begon. Had het bestuur, was daar ook verschillende meningen over. Maar ze hebben toen wel toegestaan van oké, beginnen jullie maar met damesvoetbal en kijken hoe het gaat lopen. Dat was in 1970. Kijkt u nog veel aan was vanuit de jeugd? Jeugd is een probleem. Er is natuurlijk steeds meer te doen voor de jeugd. Veel meer verschillende activiteiten. Het aantal jeugdleden is natuurlijk ook wat beperkter door, omdat er domweg minder kinderen zijn. Maar we proberen er eigenlijk alles aan te doen om zoveel mogelijk jeugd te binden en daarna ook vast te houden. Ja, je ziet het echt wel steeds meer opkomen. Er zijn hier in de omgeving veel teams, dus dat maakt het ook leuk. Hoef je niet nou ja, de hele regio door. Dus in de omgeving Aalten, Winterswijk, Lichtenvoorde, nou, dat zijn heel wat teams. Dus erg leuk. Ja. En waren die wedstrijden ook hier in de buurt dan? In eerste instantie wel. Maar in 1970 werd pas in het najaar voor het eerst getraind. En daarna oefenwedstrijden. En pas in seizoen 71-72 werd echt aan de competitie meegedaan. En dat was voornamelijk hier nog in de buurt toen de tijd. Ja. Damesvoetbal heeft de laatste jaren zich behoorlijk ontwikkeld. Hoe kijkt u dat hiernaar? Nou ja, dat is voornamelijk natuurlijk omdat de Nederlandse dames zelf al zo goed begon te voetballen een jaar of 5-6 geleden. En daardoor zijn heel veel meisjes lid geworden van voetbal, omdat ze die voorbeelden zagen. Want wat je vroeger bij mannenvoetbal op televisie kwam, nu de vrouwen Nederlands elftal. En dat is een ontzettende ontwikkeling geweest. Even na uw 50 jaar, volgende week, daar hebben we over 17 december. Hoe gaat die dag eruit zien? Het begint 's middags om 3 uur met een reunie van 50 jaar dames. Dus daar is de commissie die dat heeft geregeld heel actief mee bezig geweest om mensen allemaal te benaderen en te bezoeken. Om zoveel mogelijk mensen te krijgen. En op dit moment staat de teller ongeveer op 150, 160 mensen die zich voor die reunie hebben aangemeld. Die duurt tot 7 uur en 's avonds vanaf 8 uur is er dan een feestavond. Die is algemeen voor iedereen die MEC en de SJO met Bredevoort een warm hart toedraagt te bezoeken.